Rob, wat maakt voor jou een talent? Dat zijn een heleboel factoren die uh, daarbij uh, komen kijken. Talent, je moet op de eerste plaats natuurlijk gevoel hebben van paardrijden. En gevoel omschrijf ik altijd dat je je kunt verplaatsen in uh, het paard waar je op zit. Dat je uh, moet kunnen voelen van hoe je met een paard moet werken, wat een paard nodig heeft. Uh, daar komt bij ook nog kijken, dus dat er een, een enorme inzet moet zijn in, uh, in training. Dat dat niet iets is van, uh, van de maandag wel, de dinsdag niet, en woensdag een klein beetje, en noem maar op, er moet een continuïteit in zitten, uh, doelen stellen. En daarbij moet je natuurlijk als uit natuurlijk buiten dat je gevoel moet hebben, een, een, een oog hebben op een sprong. Eigenlijk het afstand kunnen inschatten. Uh, al die factoren bij elkaar, geduld, uh, vertrouwen zelf, uh, dat zijn uh, een heleboel aspecten die, die daarbij komen kijken. Dat is eigenlijk een heel kantje vol. De vier Rabu talenten die. Die jij nu hebt, of die, die jullie nu hebben, hebben zij al deze factoren al? Ja, die hebben die factoren. Die hadden die factoren ook al vanaf het begin. Je hebt, net zoals bij paarden. Uh, laadbloeiers. En je hebt ook paarden. En, en hetzelfde geldt ook voor uh, voor de ruiters en de Amazones. Die, die vroeg rijp zijn, die al snel op een, op een punt zijn, dat ze alles kunnen. En daar zijn ook een heleboel ruiters bij, die uh, iets meer tijd nodig hebben. En, en ook dat is onze taak om dat op een gegeven moment eigenlijk te zien. En dat we ook op een gegeven moment die mensen die iets meer tijd nodig hebben, uh, niet laten schieten. Wie van de talenten nu heeft bijvoorbeeld wat meer tijd nodig, zie jij nu al? Nou, euh, kijk, als we dus Merkel van der Vleuten pakken, die zit er vanaf het eerste moment daarin. Die had gewoon vanaf de pony-tijd al gewoon ongelooflijk veel talent. En die heeft altijd goed gereden, altijd heel veel gewonnen. Dat doet hij nog. Euh, Jacques Leidering is ook zo'n zo zo zeldzaam talentje die uh, dat eigenlijk uh, gewoon heeft. En uh, dan hebben we op een gegeven moment Michel Hendricks, die uh, een iets latere stad heeft gehad. Uh, dat heeft ook niet altijd te maken met... Uh, pure eh, 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 kwaliteit. maar je moet natuurlijk ook een beetje het geluk hebben dat je materiaal krijgt waar je jezelf mee kunt profileren. Kijk, als je heel goed kunt paardrijden, heel veel talent hebt, maar je hebt altijd maar hele gewone of hele moeilijke paarden, dan val je natuurlijk ook in de eerste instantie niet op. En uh, Michel Hendricks is echt een, 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 een ruiter die uh, het ook op mindere paden in het begin heeft moeten leren. Dat heel goed gedaan heeft en zich nu eigenlijk geprofileerd heeft. Tot een ruiter die ik nu op een gegeven moment zou zeggen van ik zet hem uh, in, in een landenwedstrijd bij wijze van bij de senioren. En Hendrik Jan? En Hendrik Jan is ook een ruiter die, uh, die van begin af aan eigenlijk al heel sterk gereden heeft, bij de ponies heel sterk gereden heeft. En heeft ook het geluk aan zijn zijde gehad dat hij uh, ook altijd de goede ponies heeft gehad. En altijd de goede Goede begeleiding heeft gehad. Dus dat zijn een paar hele belangrijke factoren. Hoe zie je de toekomst voor deze vier kanjers? Die toekomst van deze vier, die kun, die kun je eigenlijk heel positief inschatten. Die zitten toch wel in het, in het groepje wat een beetje zit te dringen om in een kader bij de senioren, dus bij mij binnen te komen. En daar hangt het buiten dat ze heel goed kunnen paardrijden, goed kunnen managen en goed kunnen rijden, hangt het er af, hebben ze ook dadelijk materiaal, paarden met die kwaliteit, die daar over die hindernissen kunnen springen. En als dat niet aanwezig is, ja, dan, dan blijf je nog steeds een hele goede ruiter, maar dan kom je niet verder.